Gebieden waar gootdelvers niet meer mijnen worden door Newmont Suriname teruggebracht naar hun oorspronkelijke staat. Dit gebeurt ook met gebieden die zijn uitgemijnd door de Newmont. Vandaag vond de jaarlijkse presentatie plaats van Newmont Goldcorp in haar vergaderzaal. En waarmee we nu al bezig zijn is om meer dan 10 hectare aan land dat niet benut gaat worden, alvast daar bomen te planten. En om die herbebossing mogelijk te maken. Dat project is ongeveer een jaar geleden gestart. En elk jaar zal het dus groeien. En uiteindelijk ga je daar 10.000-15.000 bomen hebben geplant. En dat kan alleen maar ervoor zorgen dat we dat gebied dat natuurlijk verstoord is geworden door het mijnen, dat dat teruggebracht wordt naar zijn originele vorm. Land, hè. Het gaat ook om bijvoorbeeld de stroom van kreken, om die open te stellen weer, zodat vis en leven daar weer kan plaatsvinden. Want vaak door die small scale miners worden dammen opgebouwd en dan sluit je bepaalde waterwegen af, de kreekjes met name. En dan kan er dus niks meer groeien daar, of leven. Wij restaureren de waterwegen weer en zorgen ervoor dat het landschap weer in zijn natuurlijke staat terugkomt. De small-scale miners of kleinschalige gootdelvers zoeken door gebrek aan geavanceerde apparatuur vaak aan de oppervlakte naar goot. Newmont werkt samen met de staat om onder andere trainingen te verzorgen aan deze groep gootzoekers. Hierdoor kunnen zij ook in andere sectoren werken. Behalve deze groep hebben ook werknemers van het bedrijf kans om te groeien. Er zijn diverse internationale projecten in planning in landen binnen de regio, waaronder Brazilië, Haiti en Frans-Guyana. Hiervan zal Newmont Goldcorp, de moedermaatschappij, goed kunnen profiteren. Ook Surinaamse arbeiders die werkzaam zijn bij Newmont kunnen voordelen halen uit de samenwerking binnen de projecten. Voor Surinamers die bij ons werken, dat ze een mogelijkheid hebben of om ervaringen op te doen in andere gebieden, ervaringen om hier terug te brengen. Dus ze kunnen voor korte trainingen gaan of ze kunnen gewoon op een veldbezoek gaan, zoals sommigen van ons gedaan hebben in Ghana of in Peru. Dan leer je hoe een ander mijnbedrijf opereert. Omstandigheden zijn altijd verschillend, maar het is goed om te kunnen vergelijken. Maar daarnaast kan het ook betekenen, als men interesse heeft, dat men dus arbeidsplaatsen verwerft daar. En er zijn sommige Surinamers die die ambitie hebben. Maar ook betekent dat Surinamers te zijner tijd ook op het regionale kantoor in Miami kunnen werken. Of zelfs in Denver.